assistent Jan Bruin. Morgen de wedstrijd tegen SC Utrecht. Hoe staat de selectie erop? Nou, ik denk dat we er goed op staan. Dus weer wat vertrouwen opgedaan van de week met de beker. En ik denk dat we met vertrouwen daarheen kunnen gaan. Dus ja, komt wel goed. Kai Herings, morgen de wedstrijd tegen FC Utrecht. Veel zin in, denk ik. Ja, heel veel zin in. Ja, leuk om daarheen te gaan en 3 punten te pakken. Voor jou veel oude bekenden ook. Heb je nog mensen gesproken van de club? Gisteren toevallig Mark Diemers even succes gewenst. En ja, nog wat jongens. Maar ja, leuk. Even op scherp gezet voor de wedstrijd? Ja, wel even over gehad. En ja, het zal een mooie pot worden. Je kent de ploeg natuurlijk als geen ander. Waar ligt de kracht van FC Utrecht? Ja, vergeleken met vorig jaar is er wel hoop veranderd. Ander systeem. Ook wel andere jongens erin, toch wel. Dus, maar ja, wat er altijd is veel power, veel kracht. En publiek wat er achter wil staan. En ja, het is altijd lastig, denk ik, om daar te voetballen. Ja, en ze spelen ook wel best wel weer een lastig systeem. Ja, dus 4-4-2, soms 3 man achterop. Het is best lastig, maar daar hebben we van de week op getraind. En ze missen natuurlijk met Haller een goede spits. Keeper die van de week geblesseerd uitraakt in de beker. Robin Ruiter. En ja, ze moeten even kijken wie ze daarvoor opstellen. En dat zal waarschijnlijk Ruby zijn voorop. En keeper, dan moeten we ook even afwachten hoe dat zich uitpakt. Maar ja, wij hebben wel vertrouwen. En de sfeer binnen de groep, is die nog steeds goed? Ja, is goed. Ja, ik denk dat we nog meer een team zijn geworden en nog meer voor elkaar strijden. En, ja, dat zie je ook op de trainingen, dus ik denk dat het goed komt. Als ik de training van vandaag zag, dan denk ik, hey, die jongens die zijn wel scherp. Ja, het gaat er hard aan toe soms, maar ja, daardoor maak je elkaar ook alleen maar scherper en beter. Dus wordt een mooie pot. Dus de eerste 3 puntjes? Zeker weten. Ik zou zeggen van, nou, je staat er niet goed voor op een ranglijst. Hè? Je gaat bij de pakken neerzitten, maar dat is niet zo? Nee, waarom? Ik bedoel, elke wedstrijd begint weer op nul. En we moeten groeien in dit seizoen. En nou, wat ik zei, ze hebben natuurlijk wat dat betreft nog een goede ploeg met Jansen, Ayoub op middenveld. Voorop hebben ze wel snelheid. Maar hebben wij ook. En we hebben van de week een goede wedstrijd neergezet. Ik denk dat we dat door moeten trekken. En elke week wedstrijd weer een stap maken. En, ja, het zou mooi zijn dat dit de eerste overwinning gaat worden. En dan ook gelijk de eerste overwinning natuurlijk. Ja. Heerst dan ook het gevoel van dat is het belangrijkste op dit moment? Het resultaat? Nou, je moet natuurlijk, resultaat is wel heel belangrijk. En, maar als het voetbal steeds beter wordt. We staan als team steeds beter, geven steeds minder weg. En we kunnen elke week een stap maken met het aanvallende spel. Ja, dan denk ik dat het belangrijkste is, maar want dan komen de punten vanzelf. Dus blijven geloven in de filosofie. Ja, tuurlijk. Daar train je elke dag op. En dan geef je met z'n allen elke dag weer geef je gas. En daarin worden we steeds beter. Dus dan moet het ook resulteren in punten straks.